En braaf je wat? Borst. Ah. Weet je wel? Zo, zeg maar. Borst. Borst. Betty? Ja? Je aanwijzing alsjeblieft. Maar, Edcilia, je bent ook dol op wisselende contacten. Ik ben er dol op. Je bent dol op wisselende contacten. Gordon! Hey. Oh. Grapje. Oké. Okay. Toch vind ik jou nog steeds een beetje een grijze muis. Toch vind ik jou nog steeds een beetje een grijze muis. Zit ik op iemands hoofd? Aan wie stel je de vraag? Betty? Nee, je moet eerst vragen, wat, je bent wat? Dus je bent ja, een... wat? Zit ik op iemands hoofd? Ja, als wat dan? Een haar. Nou... 30 seconden zijn we om. Begin maar, okay. Je zit niet op iemands hoofd. Okay. Nee, is het antwoord. Okay. Het zou niet goed gaan. Kan je op mij zitten? Vraag aan, nee. aan wie? Oh, sorry. Marianne, kan je op me zitten? Ja hoor. Ja. Ja, stop je hoofd. Ja, ik weet het, die zit al een heel eind in de goede richting. Het komt dik in orde. Gerard, jouw beurt. Nou, mijn beurt. Marianne, je aanwijzing. Oh, wat een erg spel. Het zal wel heel leuk zijn, maar ik vind er nog geen moer aan. Oké, okay, nou even. Oké, okay, even serieus nu, hè. Jij en ik, kijk me eens aan. Jij en ik, hè, krijgen maar geen genoeg van elkaar. En met een beetje geluk sta ik straks weer helemaal strak. Sta ik strak? Ja, door jou. Nou, Frans, wil jij ook met een kansloos antwoord komen? Ook? Ja. Of doe jij een belofte die je niet kunt nakomen? Sowieso. Niets. Of doe jij een belofte die je niet kunt nakomen? Pitty, word ik gebruikt in een schoonheidssalon? Ja. Heel lang over. Frans, heeft het iets te maken met een verjongingskuur? Ja. Nou, Marjan, een beetje geluk sta ik strak. Ja, ik bedoel, dat kan ook kleding zijn natuurlijk. Ja. Maar het is een schoonheidssalon. Ja, makkelijk. Ja, ik heb het makkelijk. God, mij, wat heb ik het onmakkelijk. Ja. Ik heb een hele ingewikkelde toestand. We gaan er lekker over debatteren. Jongens, we gaan kijken wat je mij heeft. Ja, maar raar, het ook. Allermoeilijk. Ik kan het op je hoofd. Komt ie straks. Wacht even. Ah, je bent gewoon jezelf. Zeg maar. Ja? Jij weet van geen ophouden. Hm. Zeg ik gewoon jezelf. En dat terwijl je niet bepaald de jongste bent. Dus niet jezelf. Heel serieus, kan ik jou in ieder geval niet nemen. Vind je goed dat ik even pas? Nou, daar gaan we, hoor. Hebben jullie het leuk, jongens, aan de overkant? Ik zie jullie met een natte onderbroek. Ja. Wat is er aan de hand? Go with your mind. Ben ik een voorwerp? Ben jij een voorwerp? Nee. Nou? Nou ja, nee. Kan je me in de keuken gebruiken? Ja. Je kan je overal nemen als je me... Nee, ik bedoel. Nemen, is het iets van ja. Koffie of beker? Of... Ja, is het een drankje? Kan je het, Marianne, kan je het eten? Ja, je kan het eten. Ja. Nee, ze liegt. Ja, nee, je jokt. Nee, je kan... Nou ja, niet. Je slikt het niet. Wij zijn heel stuk verder gekomen. Ik vind het weer een... Ik heb het nog nooit gegeten. Nee, maar dat begrijp ik nog wel, ja. Maar dat zou dan met een spatie ertussen zijn. Ja. Nee, maar laten we het houden of je kunt het niet eten. Jawai, je kunt het niet eten. Niet eten, oké. Okay. Edcilia, durf het aan. Ik dacht een haarlaars.
Of is dat niet een wat? Nee, maar ik vind het wel een hele mooie gok. Ja, dat is wel een wat. Ja, toch? Het is niet goed, maar het is een hele mooie gok. Gerard. Een goede gok. Moet ik ook gokken? Ik, een facelift. Een stokpaardje. Maar ik zeg wel een oeh. Ja, ik zeg ook wel een oeh. Moet je bij genoeg? Nou. Edcilia, we gaan je helpen. Alsjeblieft. Schat, hier is je voorbeeld. Nee, maar groen. Je krijgt er een aanwijzing bij. Oh, okay. Die krijgt ze van mij, hè? Ja. Leuk, hè? Zo'n nieuwe assistent, hè? Ja, ja. Lekkere job, meid. Bij de tv. Leuk. Bij de tv. Nou, ik vraag me wel af, hè, is dit wel goed voor het milieu? Is dit goed voor het milieu? Oh, wordt daar GroenLinks? Hallo, zijn we nog wakker? Wat zijn GroenLinks? Wat hebben we nog meer? Femke? Oh nee, dat is een vrouw. Oh, een wat ben je? Een wat? Een wat? GroenLinks? Groene koe. Ja. Groene stroom. Groene stroom. Ja. Dan ben ik namelijk zelf aan de beurt. Help je mij ook, schat? En dat gaat hartstikke goed, want je had nog 1 minuut 12 over zelfs. Koekoe! Dat betekent dat je er 72 punten bij krijgt. Maar ja. Gerard, we gaan jou nu ook helpen, want geen genoeg. Ja, zie dat je mij zou helpen, ja. There's no need to feel down, I said, young man. Pick yourself up the ground, I said, young man. Cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go, I said, young man. When you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. Geboeid? Daar snap ik het helemaal niet meer. Het zit hem, ik ga heel lief zijn. Oh. Het zit hem in de tekst van het liedje. Young man. Wat een etter. Waarom zegt hij dat nou? Ja, Belofte die je niet waar kunt maken, sta ik strak. En ik krijg geen genoeg. En ik zit er vol van. Ja, botox? Maar is het dat het antwoord? Nee, dat is het antwoord. Gaat wel die tijd. Siliconen. Neem je tijd. Ik ben er vol van. Waar ben je vol van? Zit gewoon de boel af. Wat is de volgende? Jij zou er wel van in een bad willen. En het is ook nodig ook. Gaat die tijd wel door? Jonge gozer, jonge boei. Denk aan die boeien. Ja, boeien. Moet ik eraan denken. Geboeid. Kan mij boeien. Een boei? Nee. Nee, ik was er al dit. Vergeet de boeien. Ik zat een jong man. Een bad vol met jongen. Wat maakt je jong? Stel vragen. Is ze waar? Met hoeveel slim, het heeft te maken met kleding in een bad. Ja, zwembroek, nee. Blote benen. Nee, links. Seksueel getint. Wat ben je? Word ik een jongen van in een bad? Badolie. Waar word ik nou strak van? Ja. Badcreme. Heb je nog een aanwijzing? Badcreme, badolie. Nachtcreme. Siliconencreme. Waar word je jonger van? Siliconen. Scrub. Siliconen. Hoe heet het ook alweer? Spuitjes, siliconen. Nee, boter, siliconen.
pand voor je. Nee, echt lullig. Betty, brengt verlossend woord. Je bent anti-rimpelcreme. Nou ja! Ja, dat rekenen we wel goed hoor. Ja, maar je bent nee, dat mag siliconencreme. Nee, ja, mag weet je niet. Wat heb je met die boeien er nou mee te maken? Van Jan Willem was een grapje. Ik vond het maar een leuk grapje. Hij vond het geen leuk grapje. Ik heb het ook niet zo goed begrepen. Maar een vals kan nog komen. Op dit moment staat het team van Betty nog steeds voor me. Hou nou even je mond, dan kan ik even zeggen dat we naar de reclame gaan. 144 punten, 132 punten. We zijn zo bij. Doe niet zo hysterisch! Als ik met jou ook op de wolken zweef en onze liefde weer opnieuw beleef, dan zie ik elke gouden ster weer voor ons stralen. In Wegmisbruikers gaat een automobilist tot het uiterste. Ik wil een week in de gevangenis zitten. Het is zo erg als ik morgen niet kan rijden. Morgen, 8:30. Voor het najaar? Want dan stel je weerstand extra op de proef. De een wat meer dan de ander. In sommige dagen hun weerstand echt uit. En wat doe jij voor je weerstand? Drink elke ochtend Actimel en je bent klaar voor het najaar. Ik heb goed nieuws voor vrouwen. Nieuwe Revitalift van L'Oréal Paris bevat nu elastine. De elastine in mijn huid is essentieel om haar jong en elastisch te houden. Met een complex dat de synthese van elastinevezels bevordert. En Pro-Retinol A stimuleert de regeneratie van de opperhuid. Dus minder rimpels en meer stevigheid. Mijn gezicht lijkt wel gelift. Revitalift van L'Oréal Paris, nu met elastine. Omdat we het waard zijn. Is jouw weerstand ook helemaal klaar voor het najaar? Probeer nu, gratis, een 4-pak Actimel. Actimel, klaar voor het najaar. Tegenwoordig willen we alles tegelijk. We willen studeren, maar we willen ook kinderen. We willen in conditie blijven, dus we sporten ons suf. De vergadering gaat gewoon door. Hoor. En we willen vooral carrière maken. En om die carrière te versnellen, gaan we weer meer studeren. Zo. Dat is gewoon studeren wel heel erg oldschool. Bij de Leidse onderwijsinstellingen kun je een studie starten wanneer je dat wilt. En je bepaalt ook zelf waar en wanneer je studeert. En als je iets wil vragen, heb je gewoon online persoonlijk contact met je docent. Dus op die manier is studeren een makkie, snap je? Ja, goed verhaal, Wouter. Niet oké. Okay. Dacht ik wel. Wouter, heb je je al ingeschreven voor een studie bij de LOI? Leidse onderwijsinstelling. Ja, heel leuk. Ga jij nou maar snel naar LOI.nl. Trouwens, jij kookt vanavond, hè? Jongens, ik moet er vandoor. Carrière roept. Want it? I get it. Incredible Me, the new fragrance by Escada. Nee, maar dat hou je toch? Zeg Wouter, wat studeer je eigenlijk? Huh? Wouter. Zeg Wouter, ik zie hier dat je een snelstudie digitale fotografie cadeau krijgt als je je nu inschrijft voor een opleiding bij de LOI. Zeg, wat ben je eigenlijk aan het doen? Bolo aan het uitlaten. Vanavond in Hart van Nederland een dode bij een ongeval in Limburg. Omdat de politie de verkeerde locatie had doorgekregen, duurde het ruim anderhalf uur voordat er hulp arriveerde. En het grootscheepse onderzoek naar een schietpartij in een Arnhemse flat. De dader is nog steeds voortvluchtig. We zijn er rond 10:55. Heel graag tot straks. Tot straks. Maak nu kans op de Nintendo Wii Game Console, inclusief het populaire Wii Fit pakket met meer dan 40 fitnessoefeningen. SMS Fit naar 4141 en werk op een leuke manier aan een betere gezondheid in je eigen huiskamer. Fitness en fun voor iedereen. SMS Fit naar 4141 en win. Is het altijd genieten. Lonka is zo zacht, zo heerlijk. Lonka is... Lonka, het juiste snoepje op jouw moment. Hey!
iedere vrijdag om 8:30 bij SBS6. Lonka. Zoveel variatie. Dat is altijd genieten. Carspotter. SMS een kenteken naar 2020 en je weet wat een auto kost en kan. Ontdek. De slimste manier om in één handomdraai je fiets mee te nemen. De slimste manier om niet 5, maar 7 mensen in te laten stappen. En ontdek SmartBuy. De slimme financiering waarmee je elke 3 jaar heel voordelig in een gloednieuwe Opel stapt. Opel SmartBuy. Een slimme manier van autorijden. Discover Opel. Een gezond tussendoortje eten is niet altijd even makkelijk. Maar nu is er Opkikker Groentefit, gemaakt van gemixte groenten. Het is vetvrij, minder zout en een bron van vezels en vitamine C. Opkikker Groentefit. Get our new Graceland Star Collection. Voor slechts €19,90. Helemaal van Haren. Op 6. Maandag bij SBS6. There's a bomb in a school. You are about to have a very bad day. Tell me about it. I want to play a game. It's Lieutenant McClane. Een terrorist zweert wraak na de moord op zijn broer. The name Gruber mean anything to you, Lieutenant? Zijn doel, de stad New York compleet vernietigen. Bruce Willis en Samuel L. Jackson in de actiefilm Die Hard with a Vengeance. Maandag, 8:30, SBS6. Welkom terug in de opperste chaos in de studio van Wie Ben Ik? Cecilia. En dat moet ook en dat is ook goed, maar jij bent nog even niet aan de beurt, want we zijn toe aan het voorwerp voor Jamai. Nou. Net goed, hè? Ja. Oh. Wat een beest. Nou, lijkt een beetje op jou. Ja! Oh. Die lijkt op jou, Peter, die donkere, zie je dat? Met die kuif. Ja. Nou, we zouden het allebei kunnen zijn. Ja. Kunnen zijn. Zet je andere er ook eens bij, die even kijken. Zijn ze... Heeft het te maken met zwart en wit of zo? Of, Nou, het moet elkaar trekken. Jemig. Die heeft het een beetje maken. Waar is het? Extra aanwijzing is, Jamai. Hou eens op met dat gekwek. Nou, moet je het ook bespakken. Nou, weet je het gelijk. Hou eens op met dat gekwek. Je 90 seconden gaan in, Jamai. Ben ik een dier? Nee. Een wat? Oh ja, natuurlijk. Nee? Ja. Dat kan ook. Kan je mij lezen? Ja. En schrijven, ja. Ja. Ik kan wel lezen. Donald Duck? Nee, je kan je niet lezen. Oh, nee. Jongens, je moet wel de goede informatie geven. Donald Duck? Jodokus Kwak. Alfred Jodokus Kwak. Maar ja, maar nee. Zij zitten gewoon tijd te rekken. Doen naar... Is het de Playboy? De Playboy, ja. Dat dachten wij. Aan wie vraag je het? Ja, precies. Is het... Ik zit op een heel ander spoor. Ik heb ook geen idee. Doe nog een aanwijzing erbij. Bepaalde jongste. Je bent niet je bepaalde jongste bent. Zit hier ook niet. Ik zeg, gewoon... Een lelijke eentje. Rood is helemaal jouw kleur. Weet jouw familie wat je doet voor de kost? Dat is een leuke, goede aanwijzing. Weet jouw familie wat je doet voor de kost? En denk dan aan die eenden. Paaldanser. Stripclub, striptent. Ja, familie weet al zo lang niet wat jij doet voor de kost. En denk aan die eenden, hè, vooral. Jij bent gemeen, luister niet naar. Rood is je lievelingskleur. Ja.
Ganzenhoed, dat leek zijn een beetje ganzenhoed. Oh, oh, hoeveel klanten trek jij nog? Ouwe hoer. Ouwe hoer. Hoeren me dan. Op een nieuwe Gerard, hij heeft hem al lang. Is dat, dat is hem. Zeg dat dan. Als jij er niet zo doorheen hebt gedekt, dan horen we dat ook. Maar je had nog 8 seconden over. Je hebt een volledige, fantastische 8 punten gescoord. En dat was alweer de derde ronde. Oké, het is toch grappig dat het is een heel spannend spelletje. Op dit moment heb jouw team 140 punten. Jouw team Patty 144 punten. En dat betekent... dat het tijd is voor die allesbepalende, zinderende laatste ronde. En die heet Waar ben ik? Oké, dit wordt de gewelddadige eindstrijd tussen de beide teamcaptains. De winnaar van deze ronde mag zijn aantal punten verdubbelen. En daarmee hebben we dan straks ook een finale winnaar. Even kijken. Gerard, jij hebt op dit moment het laagst aantal punten. Dat betekent dat jij zometeen mag beginnen. Het gaat om de vraag waar ben ik. Jullie mogen vragen stellen. Ik geef af en toe een aanwijzing en af en toe niet. Hier is mijn aanwijzing. Het riekt hier behoorlijk. Het toilet. Wat was de aanwijzing? Het riekt. Het riekt. Het stinkt hier behoorlijk. Jezus, wat zijn jullie dom. Jullie mogen niks zeggen. Jullie mogen niks zeggen. Ik zeg... Jij mag niks zeggen. Maar je bent nog niet volledig. Maar je mag wel goed genoeg om nog een vraag te mogen stellen. Het riool. Open riool, het riool. Zitten we heel dichtbij. Je zit er heel dichtbij. Ben ik... Het riekt hier behoorlijk. Ben ik de wc... ben ik de wc-pot? Het riekt hier behoorlijk. Een wc-po. Toiletpot, zeg maar. Een po, een po. Maar het is waar je bent, hè? Waar oh ben ja, ik? Waar stom, ja. God, zit ik in... Nee. Je bent publiek bezit. Oh, ik ben een... Ik ben een doe niet overmacht. Zo hysterisch. Zit ik op een openbaar toilet? Ja! Nou, die had ik ook niet willen winnen, moet ik zeggen, hoor. Je hoeft er niet naartoe. Je was er even. Je zit op een openbaar toilet. Patty, mag ik je feliciteren? Frans, mag ik je feliciteren? Marjan, mag ik je feliciteren? Want dit, dames en heren, zijn de winnaars van deze aflevering met 288 punten. En Gerard, dat geeft jou de gelegenheid om je briljante cadeautjes uit te delen. Ja. Dus niet nog één, nu? Nee, dit was het. Jullie hebben gewoon vet verloren. Ik kan er helemaal niks anders van maken. Even kijken, jongens. Wat hebben we voor jullie meegenomen dat jullie gewonnen hebben? Van onze kant van harte gefeliciteerd. Het is namelijk een chocoladefontein. Die wil ik. Ja, jammer, hè? Ja. En, ik heb Frans net gezien in de kleedkamer en Patty. En ik zou zeggen, nou, voor je figuur hoef je me natuurlijk niet mee naar huis te nemen. Maar hij is jullie wel alle drie van harte gegund. Ik zet hem even aan. Ja, nou ja, schat. Oh, we moeten jammer, joh, je kan hem ook op. Oh, komt-ie. Oh! Is dat er niet enig? Ja, die ga je dan kan je zo likken. Nee. Leuk is die, hè? Ik hoef dat wel. Ik kom even met hem naar je toe, dan kan je het even van dichtbij zien. Nee. Dank je een hartelijk applaus voor Jamai, voor Edcilia. Marianne Frans, mag ik jullie feliciteren met je fantastische prijs. En mag ik, dames en heren, u vertellen dat wij afsluiten met een fantastisch feest. Want dit was het nog niet helemaal. Frans en Marianne hebben namelijk een nieuwe single. En wij mogen hem horen. Dus gaan we van staan. Het wordt een feestje. Dames en heren. Hier zijn Frans Bauer en Marianne Weber met Als ik met jou op de wolken zweef. Tot volgende week. Ik laat mijn hart voor me spreken. En wat je zegt klinkt als een gedicht.
dat je café dicht bewaart. Is de robot weer in één keer vandaag? De liefde is blijven bestaan. Kom op met mij door een erehaar. En kijk me weer even hier aan. Als ik met jou op de wolken zweef. En onze liefde weer opnieuw beleef. Dan zie ik elke gouden steen weer voor ons stralen. Ik vlieg met jou op vleugels van de wind. Het is de liefde dat ons streven is. Er wacht nog steeds zoveel geluk op jou en mij. Wat ik ooit haast, wil ik altijd doen. Ik heb er vaak van liggen dromen. Ik wil het niet missen voor geen miljoen. Jij hebt een hartje van goud. Ik wil jou het liefst hier heel dicht bij mij. Laat de tijd stil voor ons staan. Want ons geluk ging te snel voorbij. Ik laat jou nu echt nooit meer gaan. Als ik met jou oog op de wolken zweef en onze liefde weer opnieuw beleef, dan zie ik elke gouden ster weer voor ons stralen. Ik vlieg met jou op vleugels van de wind. Het is de liefde dat ons twee verbindt. Er wacht nog steeds zoveel geluk op jou en mij. Als ik met jou ook op de wolken zweef en onze liefde weer opnieuw beleef, dan zie ik elke gouden ster weer voor ons stralen. Ik vlieg met jou op vleugels van de wind. Het is de liefde dat ons streven wint. Op jou en mij. Er wacht nog steeds zoveel geluk op jou en mij. Dank je wel, dank je wel. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. En heel veel dank je wel.